Welkom bij Spakenburg Nu. Vandaag met de volgende onderwerpen. Bouw nieuwe scholen. Vakantie Bijbelweek. Zomerschool. Kika Marathon Girl Power. Palingrook wedstrijden. Vorige week kon u al zien dat de vloer van de twee nieuwe scholen aan de Prins Johan Frisostraat werd gestort. Tijmen had nog wat vragen voor Wim Duist. Vandaag 23 augustus 2019 een hele bijzondere gebeurtenis bij de bouw van de twee nieuwe scholen. Calvijnschool en de Van Amerongen. Ja, die gaat straks het sterrenlicht geloof ik heten. Wat is er gebeurd vandaag, Wim? Ja, vandaag hebben we wederom een mijlpaal bereikt. We hebben de begaande grondvloer gestort. We hebben 35 vrachtwagens betontrucks over de vloer gehad. En die hebben hun beton op de vloer gewerkt. En inmiddels is de stort klaar en wordt deze afgewerkt. Wordt afgewerkt, want het is nu natuurlijk al ver na zessen. Dus er wordt nog volop doorgewerkt, hè? Dat klopt. Als je een betonvloer monolithisch wil afwerken, ja, dan zul je door moeten gaan totdat het echt klaar is. Stoppen kan niet. Ook de mensen tijdens de stort eten wordt niet gedaan. Er wordt echt doorgewerkt tot de vloer af is. Hoeveel kuub is hier nou ingegaan? Vandaag is er 450 kuub beton ingegaan. Dus dat zijn die 35 vrachtwagens. Daarna kijken, dan zeg je ook, die vloer is nu klaar. Hè? Want wat zit er allemaal onder dit beton nu inmiddels? Ja, zoals gebruikelijk zit er wapening in de beton. Maar op de bovenwapening is gelijk de vloerverwarming geknoopt. Met een dekking van nog 5 centimeter. En ja, zodoende is de vloer ook gelijk klaar voor gebruik. Het enige wat hier nog opkomt is straks een vernieuwvloer. Jij bent directeur van bouwcombinatie Imnes, hier de aannemer van deze scholen. Hoe ben je tevreden over de voortgang? Ik ben zeer tevreden. We hebben in de bouwvak ook wat in kunnen inhalen. Nog niet de 2 weken die we ontbreken, maar we zijn wel ingelopen. En als iedereen zijn ding gaat doen zoals het moet, dan heb ik er zeker vertrouwen in. En ook de komende week gaan we de vloer voorbereiden voor de staalconstructie. Nou, als maandag over een week staalconstructie dan staat, ja, dan gaat het helemaal goed komen. Je noemde het net al, Wim, hè, de voortgang. Dus de staalconstructie is de volgende stap gewoon. De staalconstructie is inderdaad de volgende stap, dus de hoofddraagconstructie van het gebouw. En daarmee worden gelijk ook de contouren zichtbaar van het punt. En ja, dat is gelijk een nieuwe mijlpaal. En in dit geval wordt het dan ook het hoogste punt als mijlpaal. Dat komen we even vieren. En dan ben je zeker weer welkom. Kinderen kijken er naar uit. De laatste week van de zomervakantie wordt de vakantie Bijbelweek gehouden. Gezellige, leerzame en vaak creatieve dagen. Bijbelweek, altijd de laatste week van de vakantie. En dat is inmiddels begonnen. Wat is het thema? Schatrijk. En wat houdt dat erin? Wat gaan jullie allemaal doen? Het Koninkrijk van God is als een schat. En dat is verborgen voor sommige mensen. En wij willen het proberen aan de kinderen openbaar te maken.
En om ze erover over te vertellen. Dus we zingen met elkaar en we vertellen verhalen. We doen toneelstukjes. We knutselen met elkaar. We leren een tekst aan. En we hopen dat de kinderen daardoor ook de Heer Jezus mogen leren kennen. Wat staat er verder nog op het programma voor de kinderen? Wat gaan jullie doen? We gaan straks beginnen met knutselen. Dan gaan we een schatkistje knutselen met de kinderen. Als we dan terugkomen in de zaal, dan gaan we weer even verder met het zingen. En dan gaan we een blik naar voren werpen voor morgen. Wat er morgen op het programma staat. Morgen belooft ook weer een warme dag te worden. Dus we willen graag met elkaar spelletjes gaan doen op het plein. Met allerlei, ook allemaal rondom het thema schatrijk, schat zoeken. En dan ook is er weer een nieuw verhaal en een nieuw toneelstukje. Dezelfde liedjes die we zingen worden weer aangeleerd. Dus we hopen zo weer een fijne ochtend met elkaar te hebben. Ja. Nou, er is veel enthousiasme, dus ik wens jullie heel veel succes deze week. Dankjewel, hartelijk bedankt. Wat gaan jullie doen? Wat ga jij doen? Wij gaan Wie weet het wel wat jullie gaan maken? Ja? Kom maar daar even bij. Een schatkist maken. Een schatkist maken. Een schatkist maken, oh. Maar ik zie een hele saaie eierdoos. Hoe ga je dat doen dan? Nou, je gaat het verven. Oh, je gaat hem verven. Nou, dan verf je hem als een schatkistje. En wat zit er in een schatkist? Wat zit er in een schatkist, Rens? Niks. Nog niks. Komt er nog een schat in? Ja. Wat zijn jullie aan het doen? Aan het verven. En wat? Want het is een hele vieze bruine kleur. We zijn een schatkistje aan het maken. Oh, wat leuk. Dat is een nepkrabbel. Nee, dat is een echte. Is dat ook een nep schatkist dan? Is het een echte? Is het een echte? Nee, dit is een neppe. Ik wil even over jullie schatkist praten. Hé, wat komt er in een schatkist? Goud. Ja? Is een schat altijd heel veel geld en goud en zilver? Een schat is wel bruin, maar het zit erin. Ja. Maar wat hebben jullie net geleerd? Is een schat nou heel veel geld of is een schat eigenlijk iets anders? Iets anders. Ja? Wat dan? Dat weet ik. Nou ja, nu niet. Maar we hebben het wel al een keer op school gemaakt. Wat heb je? We hebben het al een keer op school gemaakt. Oh, oké. Okay. Ja. Want een schat is ook wel dat je de Heere God kent, toch? Ja. Ja. Ook de zomerschool wordt aan het einde van de vakantie gehouden. Dit gebeurde in Denksportcentrum En Passant. Het thema was dit jaar verkeer en vervoer. Vrijdagochtend was de afsluiting van dit leerzame weekje. Het hele team was aanwezig en we spraken met Jacqueline, Anja en Willy, die ook nog graag kwijt wilden dat ze zo blij waren met de hulp van Desiree, Daphne en Wauline. Willy, Anja en Jacqueline, jullie hebben meegewerkt aan de zomerschool. Ik begin middenin. Anja, wat is de zomerschool? De zomerschool is georganiseerd en wordt georganiseerd door de scholen uit het dorp gezamenlijk. En wij geven in de zomervakantieperiode, 2 weken voor het begin van de school weer, geven wij les aan kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal met name. Ik zie een heleboel kinderen lekker spelen hier. Jacqueline, hoe kunnen mensen of kinderen zich aanmelden? Dat doen de scholen zelf. Er zijn bepaalde voorwaarden aan. Sommige kinderen gaan ook niet op vakantie. Dus het is ook een eis dat je dus echt 2 weken lang hier bent. De scholen zoeken zelf de kinderen uit. Waarvan zij zeggen dat die komen in aanmerking voor een extra boost op taalgebied. En daar komt de selectie uit. Of het zijn net genoeg kinderen die we kunnen behappen. Dus dit jaar hebben we er 20.
Maximaal zitten we op 24 kinderen, dus dat is leuk. Nou, ja, dat is leuk. Willy, wat doen jullie die 2 weken precies? Ja, wat doen wij? Wij doen van alles. En het leren van taal gaat eigenlijk steeds tussendoor. Voordat je het weet, heb je weer een heleboel woorden geleerd. Dus we beginnen 's morgens met een kringgesprek. We hebben een thema. Dit thema van dit jaar was vervoer. En daar hebben we iedere dag over gewerkt. En de dag gaat beginnen met een kringgesprek, een werkje maken, dus met taal bezig zijn. Pauze, zoals nu, eventjes lekker buiten ravotten. Hè? Rammen. Ravotten gewoon. En dan beginnen we weer rustig. En 's middags hebben we meestal een activiteit. Ja. Dus dat was het bottenvaren, de trein, de vrachtauto. Wat hebben we nog meer gehad? Een les in samenwerking met de boei. Ja. Over zeg maar, stevig staan, over jezelf presenteren. We zijn naar het Spoorwegmuseum geweest een dag. Dat was ook... Heb ik leuke foto's van gezien. Heel erg leuk, inderdaad. Hey, ja. En de Biep had een middag van de Minecraft. Dus die namen allemaal laptops mee. Dus alle kinderen mochten hun eigen vervoersmiddel gaan bouwen. Nou, dat was ook enig. Ja. Wat leuk dat iedereen meedoet. Het is ook heel leuk. Het hele dorp is heel erg betrokken. Ook het gebruik van het gebouw hier van En Passant hebben we ook vorig jaar mogen gebruiken. En dat is fantastisch. Ja. Nou zie ik kinderen met een prachtig kleurtje, dus ik denk een beetje aan buitenlandse kinderen. Klopt dat of zijn er ook andere kinderen die moeilijk taal spreken? Hier zijn Pools, en heel veel Aziatische landen noemen we dat. Syrië, Afghanistan. Ja, dus ze hebben niet allemaal een kleurtje, maar taal, kinderen die later een taal leren, die missen heel veel woordjes, hè? Want Emmy, jij hebt ook kleinkinderen, je bent de hele dag bezig met taal. Dat praten, dat geeft ze gewoon woorden. Dat geeft ze woorden. Ja. Dus we zijn bijvoorbeeld in het treinmuseum en er staat een bordje uitgang en daar gaan ze naar binnen en dan zeggen we nee, terug, wat staat er? Uit. Dus dan zoeken we de ingang op en zo ben je de hele dag bezig met taal. Ja. Nu komt de afsluiting. Kun je al iets verklappen? Nou, we hebben een presentatie gemaakt en dat gebeurt in groepjes. We hebben 4 groepen gemaakt die allemaal al een onderdeel van wat we behandeld hebben deze week presenteren. En de kinderen hebben dat zoveel mogelijk zelf ingevuld. En dat is wat ik verklap, meer nog niet. We gaan het zien, dankjewel dames. Waarom is de zomerschool zo leuk? Dat we gaan spelen. Ja? Ja, en we doen ook heel veel leuke dingen. Ja? En we gaan ook in een trein en een botter gegaan. Ja? En een bus, daarom is het leuk. Ja? We gaan naar de trein. En school leuk. Nou, vraag ik het eerst aan jou. Nou. Ik kan daar spelen en leren. Leren, hè? Ja. Waarom is het zo leuk? Spelen, borden, leren en zo. Ja. Vind je de Nederlandse taal moeilijk? Nee. Spreek je al helemaal goed? Niet zo helemaal, jongen. Goed leren, hè? Wel moeilijk. Wat vind je zo moeilijk dan? Gewoon woorden, ja, die ken ik nog niet helemaal. Je doet er veel meer leuke dingen dan op de gewone school, want je hebt het over 1 thema en dat was het thema verkeer en vervoer en zo. Toen zijn we ook in een trein geweest en dat doen we niet zo vaak op school. En heb je ook met taal iets geleerd? Ja, een beetje. Wethouder Kok, Alice Kok. Zomerschool, hoe reageer je daarop? Ja, ik ben altijd weer blij dat hij gehouden is. Het is de afsluiting. Ze zijn nu 2 weken bezig geweest. Er zijn kinderen geweest die heel hard gewerkt hebben om straks op school weer een frisse start te kunnen maken. Maar vooral ook te starten zonder dat ze het gevoel hebben, ik ben heel veel dingen kwijt. Ik start met een achterstand. Nee, sterker nog, ze starten nu eigenlijk feiten met het gevoel van, we hebben er zin in. En het is fijn dat kinderen kunnen plezier hebben op school. Ja, en zomerschool, het is niet alleen maar leren. Ze hebben ook zulke leuke dingen gedaan. Hoe kijkt de gemeente daarnaar? Nou, wij zijn een van de initiatiefnemers, hè, omdat we zeggen, er zijn hier kinderen die het echt moeilijk vinden om op school mee te komen. Je hebt passend onderwijs. Dat betekent, we willen kinderen ook in Bunschoten houden. Dat is het allermooiste om kinderen in de buurt op school te hebben. En dan is het ook fijn dat die aansluiting er is. En dat is denk ik heel mooi van de zomerschool. En nu de afsluiting. We zijn benieuwd. Dank u wel. Graag gedaan. Dus Desiree, Pauline, Jenny, Willy.
Lily, Amal, Daphne, Jacqueline, Anja, kom even. Wow! Even langs, even een groot applaus voor deze. En de vraag is of jullie even als groep willen gaan staan. Super. Ja, met z'n allen. Oh, hier. In het gemeentehuis worden zeer regelmatig exposities gehouden. Op 2 september zal de expositie van Rieten van de Kant Klomp uit Amersfoort geopend worden. Vanaf 1994 kwam zij regelmatig in onze gemeente om een aantal inwoners te portretteren. Vrouwen in de originele klederdracht, kinderen tijdens de visserijdagen en mannen bij de uitoefening van hun traditionele beroep. Dit resulteerde in een expositie in het gemeentehuis van Bunschoten in 1997. Nu, een hele generatie later, opnieuw een tentoonstelling met veel oude, maar ook nieuwe aquarellen met hetzelfde thema, portretten van Bunschoten-Spakenburg. De expositie loopt van 2 september tot eind oktober en is te bezichtigen in het gemeentehuis op werkdagen tijdens kantooruren, maandag tot en met donderdag van 8:30 tot 5:00, woensdag zelfs van 8:30 tot 7:00 en vrijdag van 8:30 tot 12:00. En in voorkomende gevallen ook op afspraak. Rita van der Kant zal aanwezig zijn in het gemeentehuis tijdens de kunstroutedagen op 13 en 14 september. Woensdag was er opnieuw een bijzondere activiteit in het centrum van Spakenburg, de palingrookwedstrijden. Het was warm, maar daar lieten de palingrokers zich niet door afschrikken. Wat gaan we doen met de dronken zeeman? Wat gaan we doen met de dronken zeeman? Wat gaan we doen met de dronken zeeman? Morgens in de gooi hem in de kooi, hij zal wel slapen. Gooi hem in de kooi, hij zal wel slapen. S'morgens in de vroegte. Hela hop, daar gaat hij. Hela hop, daar komt hij. Hela hop, daar gaat hij. S'morgens in de vroegte. La 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 la. Hang hem in de mast om uit te waaien. Hang hem in de mast om uit te waaien, hang hem in de mast om uit te waaien, s'morgens in de vroegte. Hela hop, daar gaat hij, hela hop, daar komt hij, hela hop, daar gaat hij, s'morgens in de vroegte. La 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 la. Roep de kapitein, hij zal hem leren. Roep de kapitein, hij zal hem leren. Roep de kapitein, hij zal hem leren. S'morgens in de vroegte. Hela hop, daar gaat hij. Hela hop, daar komt hij. Hela hop, daar gaat hij. S'morgens in de vroegte. La 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 la. Thank you.
Hier kun je pinnen zien, hè? Ja. Maar over 2.0. 2.0, ja. Dat is allemaal bestemd. Kijk eens, zo mooi kleurtje met de leken. Jawel, de Hindoekse. Maar die mensen aan de andere kant van de krant, die moeten dat mooi doen. En vinden ze wat mooi, dan worden ze geprikkeld. Nee, dat gaat niet om. Nee, dat gaat niet om. Heng jongeren de redden. Ja. De nieuwe generatie kwam. En je weet niet naar de prijzen. Hoe liggen ze dan niet? Of liggen ze onder de boven? Ja. We lopen op de markt waar paling gerookt wordt en hier drie heren, keurige boezeroens. En dat is onze jury vandaag, hè? Ja, en nog drie. En nog drie, hè? Maar goed, jullie zijn hier ook met z'n drieën. Ja. Waar kijken jullie naar? Nou, we kijken naar de presentatie van de kraam, hoe die eruit ziet. We kijken naar de hygiëne en we kijken naar de netheid. Dus de originaliteit, de netheid en de hygiëne. Dat is, en hygiëne en netheid is natuurlijk voor ons heel belangrijk. Dat is een onderdeel, denk ik, hè, van hetgeen waar jullie naar kijken. Ja. Wat zijn de andere onderdelen? Nou, straks gaan we natuurlijk ook nog testen op geur, kleur, smaak, zoutgehalte. Dat zijn allemaal factoren die natuurlijk zeker meetellen. Ja. Nou krijgen ze dus drie wedstrijdpalingen, hè? Vier wedstrijdpalingen. Wat is dat voor soort paling? Nou, dat is kweekpaling. Maar ze krijgen allemaal dezelfde. Dus allemaal dezelfde kweekpaling. Dus die moeten ze natuurlijk allemaal op de eigen manier roken. En dan moeten wij straks beoordelen wie de beste heeft. Ja. Nou is het zo, tenminste dat hoor ik dan wel eens van, er is verschil in soort. Is nou kweekpaling moeilijker te roken als andere soorten? Nou, ik denk niet dat het moeilijker te roken is, maar het is meer voor palingfilet, hè. Kweekpaling is een beetje harder dan andere paling. Dus het is een beetje moeilijker. Als je meer paling kun je er niet voor gebruiken. Of iedereen, want die rookt en die zijn goed gehaard, kan ze echt niet verleren. En deze paling wel. Dus vandaar dat ze die wedstrijdpalingen zo uitgezocht hebben als kweekpaling. Nou zitten jullie straks daar op het podium met z'n zessen en dan wordt er geproefd. Hoe gaat het? Hoe verloopt dat proces? Nou ja, ze worden eerst gefileerd. Eén man fileert ze en dan komen er zeven bordjes. Zeven geloof ik, hè? En alle zeven proeven we ze. En dan geven ze een cijfer. En hoe zout zijn ze? Want ze moeten ze zelf ook zouten, hè? Dus hoe zout zijn ze? Ja, hoe zien ze eruit? Zijn ze gaar? Nou ja, dat soort dingen. En ik doe het nu voor de tweede keer. Ik dacht eerst, zout en zoet, dat kun je wel proeven. Maar ja, de rest smaken verschillen natuurlijk. Maar je kunt echt wel het verschil proeven. Tussen het ene palingje en het andere. Dus wat dat betreft valt het mee. Maar jullie weten dus niet echt van wie de paling is? Nee. De mensen hebben hier allemaal, de kraam hebben nu allemaal een nummer. Maar de organisatie, die heeft zeg maar een lijstje waar achter elk nummer nog weer een ander nummer staat. En dat zit in een gesloten envelop. Dus wij krijgen straks bijvoorbeeld paling nummer 12. En dan geven wij een cijfer aan en een beoordeling. En stel je voor dat helemaal aan het eind van het verhaal dan zeggen, nou, wij vinden als jury dat nummer 12 de allerbeste heeft. Dan scheuren ze een envelop open en dan kijken ze wie is nummer 12. En dat is iets aan, dan horen we pas een naam. Dat weten we gewoon niet. Eerlijker kan eigenlijk niet, hè? Nee, het is allemaal waterdicht. Ja. Henk. Ja, daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. Henk van Jacob van Jan. Ja, maar je wil het helemaal weten, dan zal ik het je vertellen. Ja, doe maar. Hendrik, zo heet ik eigenlijk. Hendrik. Van Jacob, dat is mijn vader. Van Hendrik, van Jacob, van Jan. Zo zit het precies. Ja. Nou, vandaag dus opnieuw paling roken op het Zwijplein. Ja. En er wordt gestreden, om het dan maar eens mooi te zeggen, er wordt gestreden om de Jacob van Jan bokaal. Dat klopt. Dat is sponsoring, hè, wat jullie dus doen eigenlijk. Hè? Ja. Van, hoeveel roken staan er vandaag op het Zwijplein? 17. 17 ja. Rokers. Die dan strijden, zeg maar, om de bokaal, hè? Ja. Doe je daar zelf ook al mee? Nee. Of? Nee, ik doe niet mee met de wedstrijd. Nee. Nou hoor je dus heel verschillend waar we geweest zijn over de soorten paling, hè? Mm-hmm. Van, Richard zei net van, wij roken alleen IJsselmeerpaling. Ja. Maar je hoort ze ook, die zweren bij Ierse, die zweren bij kweekpaling. Kweekpaling schijnt trouwens moeilijk te zijn om te roken. Nou, moeilijk om te roken. En
niet per se, vind ik. Maar waarom vinden mensen dat moeilijker? Nou, degene die we, spraken, ja? Ik wil het bijna niet meer zeggen. Degene die we spraken, die zeiden van... kweekpaling is moeilijk te roken. Er was er een die zei van, hij is opengebarsten en ja, geen schijn van kans om de bokaal te winnen. Je moet kweekpaling moet je anders roken. En wat moeilijk is, en daar geef ik iedereen gelijk in, als je hier wilde paling staat te verkopen en je wil die kweekpaling roken, en dat zijn maar 4 palingen, dan moet je die meeroken met die 4 palingen met iets. Want je kan niet 4 palingen in één hang stoppen, want dat lukt niet. Dan krijg je geen, dan kun je de paling niet roken. Dus je moet een hang vol maken, zeg maar, of vol genoeg. En als je dat dan doet met wilde paling, dan wordt het heel erg moeilijk. Maar dan zul je af en toe keuze moeten maken wat je doet. Je kiest dan toch waarschijnlijk voor die wilde paling, om die er mooi uit te krijgen, want die wil je verkopen. En dan kun je wel eens je wedstrijdpalingen verknallen. Ja. Dus wat dat betreft zou het dus moeilijk kunnen zijn om zeg maar in aanmerking te komen voor de prijs. Nou ja, ik denk dat zeg maar juist als je dat spelletje heel goed kunt spelen en dan onderscheid je van de rest. En als je kijkt zeg maar naar elk jaar naar de uitslag en hoe dicht ze bij elkaar zitten, dan staan hier een aantal mensen die het spelletje heel goed kunnen. Ja. En een paar mensen, of die net eventjes niet opletten, want het is snel gebeurd, ja, dan val je af. Dan doe je niet meer mee. Okay. Dan gaan we beginnen met... Nummer 3 is geworden Rogier van Jaap van Loon. Rogier. Rogier. De smaak die is heel goed. Nummer 2 is Kees de Graaf. Kees. Laat ik jullie zeggen bij de tweede paas. Dankjewel. Yes. Ja, mij de beker alsjeblieft. Dankjewel. Even kussen. Ja, dat doen we op smaak. Voor smaak en kleur heeft Kees ook goede cijfers behaald. Smaak 18. Had bij elkaar gescoord 145,5 punt. En zijn naam is H.W. de Graaf. Gedaan en ze hebben het bestaande vak met stekings. Waar komt H.W. de Graaf aan? Een grondapplaus voor de winnaar 2019, H.W. de Graaf. Niet de eerste keer dat hij wint. Hij heeft nog enkele malen gewonnen, maar ja, dat is een tijd geleden. Oh, hij mag wel even zeggen dat Jongens en dames, ik wil iedereen bedanken. Samen Richard en samen van tafel geleden. En wij door Fabian, door Richard. En wij samen weer en ik weer in de bonus over de eerste prijs. Allemaal hartstikke bedankt. Volgend jaar mag hij zijn titel verdedigen. Ja, dat komt goed. Als het komt, maar. Ja. En voor jou de wisselbeker, en dan zal ik de eerste beker aan Richard geven. De wisselbeker gaan we weer inleveren, dus dat weet je. Maar Henk heeft hem al een keer. Heeft hem al een keer gewonnen. Het was volgens mij 95, 96, 97. Dat heeft hij de wisselbeker, mocht hij hem houden. Vandaar dat we in eerste instantie ook verteld kwijt waren van hoe lang hebben we al een palingrookwedstrijd. Maar dat is dus al 25 jaar. Al 25 jaar is Jacob Jan de hoofdsponsor van dit evenement. En we willen graag nog 25 jaar willen ze doorgaan hiermee. Dus we hopen dat u er volgend jaar allemaal weer bent. En wij vonden het heel gezellig. En we hopen dat u het ook heel gezellig heeft gevonden. Dit weekend is het weer zover. Een aantal dames van Girl Power gaat weer rennen voor Kika. Dit keer is het rondom Utrecht. Donderdagavond vertrokken de dames en we gingen ze nog even succes wensen. Helga, Chantal, Gretia, Kim en Jacinta. 5 meiden van de groep. Chantal, ik kom even bij jou. Wat gaat er weer gebeuren? Nou, we gaan met dit geweldige team en daarbij Anderiek en Helene nog, gaan we in 1 weekend 3 marathons rennen in estafettevorm. Dus elke dag hebben we een andere route. Die start elke keer in Bunnik. En dus zo gaan we een keer een bosrun doen, een heuvelrun en een Veluwe-run. Ja. Ik weet het niet eens precies, maar het gaat in ieder geval om die 42,2 kilometer per dag. Per dag, Gretia. Hoe moet je dat doen? Gewoon lekker rennen en genieten met z'n allen. Ja, maar 42 kilometer, als ik er 1 ren, dan ben ik al bek af.
Hoe lang hebben jullie geoefend? Nou, wij zijn op zich best wel runners. We rennen elke week aardig wat kilometers. Dus er zijn een paar die echt wel heel veel kilometers in de benen hebben zitten. Een paar iets minder. Maar we hebben ook heel veel aanmoediging nodig. En die hebben de conditie om te fietsen en ons aan te moedigen. Dus we gaan gewoon met z'n allen in etappes het helemaal aan. Dus het komt helemaal goed. Terugkijkend op de vorige keer, waar denk je dan het meest aan? Nou ja, vooral de saamhorigheid op de kiekercamping. Dat is gewoon heel, heel bijzonder, want toen gingen we er blank in. Van, goh, wat staat ons te wachten? Het was echt een lach en een traan. Dat hebben we toen ook in het interview daarna natuurlijk wel genoemd. Dus je gaat nu wel met dubbele gevoelens. We hebben natuurlijk ook wel, het is ook een hele leuke sfeer, heel gemoedelijk. Maar er komen ook wel moeilijke momenten voorbij. Zieke kinderen, ouders van zieke kinderen, ouders van overleden kinderen. Ja, het komt wel heel, heel dichtbij dan. Ja, je weet dat nu. Ja, dat weet je nu inderdaad. Dus je gaat er dubbel heen. Ja. Dan ga ik even van jou vragen. Waarom doe je mee? Nou ja, natuurlijk voor het goede doel. En de sfeer met elkaar. Het is gewoon heel leuk om dit te doen. En als je dan weet waar je het voor doet, dan... Dan ga je ervoor. Gevoel, ja, 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 ja. Kom ik even bij jou. Zelfde vraag. Waarom doe je mee? Waarom doe ik mee? Ja, om... Ja, dat je toch een doel hebt, zeg maar. Ja, je traint ergens voor, maar ook om gewoon geld in te zamelen, ja. En met z'n allen, dat is, ja, om samen je krachten te bundelen, dat is altijd leuker dan alleen. Ja, precies. Maar je echt niet staan om alleen dit te doen, nee. Nee, dat gaat niet, hè. Nee. Sinte, waarom doe je mee? Ik vraag het ook aan jou. Zeker. Vorig jaar was natuurlijk helemaal geweldig. En vandaar dat we dit jaar dit weer willen aangaan. En aan hoeveel geld denk je? Aan hoeveel geld denk ik? Nou, hoop je? Nog iets meer dan vorig jaar? Ja, iets meer dan vorig jaar. Ja, en wat was het bedrag? Het eindbedrag? Rond de 10.000 euro hadden we. Nu zitten we op 10.400. Maar er kan altijd nog meer bij, natuurlijk. Dus, doe even een oproep. Dus je kan ons nog steeds sponsoren. Dat kan via de link, die geef ik straks door aan Emmy. Die zou in beeld verschijnen, dat de regelt geurt. Dus... dat komt vast helemaal goed. En dan kunnen jullie gewoon via een tikkie-link of via gewoon een vrij bedrag kan je een donatie doen. Wij delen het ook op onze Facebookpagina van Girl Power. Dus kijk daarop en je vindt ons zeker. Volg ons, we zullen foto's delen. De mooie tijdlijn op Instagram. Dus we zijn niet te missen dit weekend. En het doel, Gretia, is zo goed. Noem het nog een keer. Ja, Kika, jongens. We gaan rennen voor Kika. Wij wensen jullie enorm veel succes. Toppers. Dankjewel. Na de laatste marathondag komen de dames weer terug en maandag staan wij meteen weer voor de deur om hun bijzondere emotionele verhalen aan te horen. Dit was het weer, Spakenburg Nu. U kon in het programma de volgende onderwerpen zien. Bouw nieuwe scholen. Vakantie Bijbelweek. Zomerschool. Kika Marathon Girl Power. Wilt u het programma op tv zien, dan kan dat zaterdag tot 11 uur. Om middernacht de eerste keer los op zondag. Overdag nog 5 keer te zien. Maandag weer Uit de Oude Doos. Het programma dat zoveel herinneringen losmaakt. Dinsdag het vrije item en woensdag weer Spakenburg Nu. Na de vakantie dus weer als gewoonlijk 2 keer Spakenburg Nu. Wij wensen u nog een heel fijn weekend.